Kees de Koning en ik organiseerden een evenement dat heet Kerk, waarin we allemaal mensen vragen te vertellen, hè, vanuit allerlei hoeken. Dus of het nou uit de muziek is of de literatuur, vanuit bepaalde religies of juist niet, om dingen te vertellen over wat ze beweegt. Dat hadden we al een keer gedaan en toen was ik hier steeds met de vluchtelingen hier in Bosselommer. En toen dacht ik, het zou mooi zijn als we dat evenement met deze mensen gingen vieren met Kerst. En dat komt eigenlijk vooral omdat Kerst een feest is van onderdak bieden, van oog hebben voor elkaar. Daar past het gewoon heel erg goed bij. And what we want to ask you, if people come inside, that you welcome them. That you say, my name is Ahmed, welcome to my house. That's it. Because this is your house, we are your guests here today. Thank you. Beste mensen, welkom in ons huis. Mijn naam is Jonas, ik kom uit Sudan. Heel veel mensen vragen waarom die mensen zitten in de kerk. En ik wil om te zeggen, heel veel mensen zitten op de straat meer dan 10 jaar. En ik ben helemaal blij ook om te gewoon die asielzoeker uitgebroedst hier. Te samenkomen, om te iets te doen, om te laten mensen zien ook in de huis. Hoe leven deze mensen? En we zijn nu al galaxies verder, zo van lichtjaren voor jou. Achtergelaten, wie trekt nu het voortouw? Nebulon uit het niets als een oerknal. Met muziek als mijn voertuig, voel je blij met mijn taalgebruik. Maar met al vooruit, fysiek nog hetzelfde, maar met al vooruit. Anouk was bij de eerste editie die hebben georganiseerd van Kerk. En die stuurde mij die avond nog een heel lief berichtje dat ze het zo mooi had gevonden. The people always telling me how sweet and simple life could be. They say you might as well live before you die. But one thing I know for sure, I am a danger to myself. How come? Yeah, one thing I know. Ontzettend enthousiast en zei eigenlijk meteen van ja, dat heb ik altijd al willen doen, heel klein, intiem voor Kerst, iets moois. Ja, ze is zo enthousiast geworden dat ze eigenlijk allemaal andere mensen ook ging betrekken, de technici, de geluidsmannen, de gitaristen, en iedereen doet het, ook voor haar natuurlijk, maar uiteindelijk ook voor de vluchtelingen hier, want de stoelen kregen het gratis, de techniek, het licht, de aggregaat, het eten, het drinken, alles eigenlijk.